Wat voor een soort woonzorgcentrum is Savant van Lenthof? Ja, Savant van Lenthof is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie. 30 appartementen waar mensen verpleegzorg thuis krijgen. Dus wel in een beschermde woonomgeving zitten, maar een eigen appartement huren. Dus de geëikte verpleegafdeling zijn wij niet. Wij zetten een zorgswaterpakket om naar een volledig pakket thuis, waar eigenlijk een ieder een stukje uit kan plukken. Ja, waar familie of de klant denkt wat hij nodig heeft. En hoe kun je hier terechtkomen? Via inschrijving voor de zorgcentrale binnen Savant. Dat is de geëikte weg. En er moet de zorgvraag zijn vanaf een zorgswaterpakket 4. Nou zitten we hier in een buurtkamer. Ja. Wat kan hier gebeuren? Nou ja, hier is het ontmoeten. Vooral het stukje ontmoeten. We noemen het... Ja, bewust buurtkamers. Hè. Huiskamers hebben mensen op hun eigen appartement. Buurtkamers zijn echt ontmoetingsruimtes waar mensen kunnen zeggen, ik ga hier lekker een kopje koffie drinken, televisie kijken. Maar we hebben 4 buurtkamers. Ze kunnen in elke buurtkamer terecht. Maar het is dus heel duidelijk dat de mensen hebben een eigen appartement en dat is echt van hunzelf. Ja, dat is echt helemaal van hunzelf. Dus het is echt wezenlijk anders dan op een echte afdeling waar iemand wordt opgenomen. Hier betalen mensen hun eigen huur, kunnen binnen het appartement eigenlijk heel veel zelf organiseren. Er zijn bepaalde regels natuurlijk gebonden via de afdeling verhuur. Hetzelfde als bij een woningbouw als je iets huurt. Maar verder is het eigenlijk helemaal aan een ieder hoe ze het inrichten. Ja. En de naam Savant van Lenthof, waar komt die vandaan? Ja, pastoor van Lent is ooit in Nuenen geweest. En vandaar dat wij uiteindelijk binnen Savant zijn gekomen op Savant van Lenthof. Hoe wordt een nieuwe bewoner geïndiceerd door jullie? De bewoner wordt geïndiceerd door onze wijkverpleegkundige. Die gaat bij de cliënt op bezoek. En samen met de familie wordt gekeken in hoeverre het zorgplan wordt opgesteld. Jullie spreken van cliënten die komen hier vanuit een thuissituatie. In hoeverre wordt nu bepaald in hoeverre de familie nog taken heeft hier? Nou, de familie heeft een hele belangrijke rol in de situatie als de cliënt hier komt wonen. Het complete pakketje wat de mensen dus gewoon thuis doen, hun eigen leven, hun eigen regie, wordt gewoon opgepakt en die wordt hier voortgezet. Dus de familie heeft daarin een hele belangrijke taak om alles wat thuis ging, dat hier gewoon wordt voortgezet. En als het om medische zorg gaat? De medische zorg gaat ook gewoon door. De cliënten behouden hun eigen arts, hun eigen fysio en met alle disciplines die ze hebben. Hoe gaat het nou met een bewoner die bijvoorbeeld regelmatig toen hij nog thuis woonde ging zwemmen? De bedoeling is gewoon dat het leven van thuis gewoon hier wordt voortgezet. Dus je moet het zo zien dat het huisje wordt opgepakt en het huisje wordt hier neergezet. Dus alle bezigheden wat een cliënt daar nog heeft, wordt hier voortgezet. En daardoor hebben wij ook de hulp gewoon nodig van de familie en de vrienden. En mocht dat niet meer lukken, dan kunnen we altijd in gesprek om te kijken van hoe gaan wij dat dan wel regelen, zodat die cliënt nog wel naar de kerk kan of naar het zwembad of naar de markt. Er zijn mensen die kijken nu en die denken van ja, wat is mijn voorland, waar moet ik voor kiezen? Moet ik nou kiezen voor een woonzorgcentrum of voor een verpleeghuis? Kun je eens uitleggen wat dan de keuzes zijn? Ja goed, de keuzes zijn natuurlijk in die zin, nou ja, ik wil niet zeggen reuze natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk de traditionele verpleeghuiszorg. Hè. Je gaat met een zorgzwaartepakket op een gegeven moment dat het niet meer thuis gaat, kom je op een verpleegafdeling wonen. En we hebben het nieuwe concept, dat is eigenlijk binnen Savant van Lenthof. Je hebt een zorgzwaartepakket, je kan je eigen appartement huren en wij zetten het zorgzwaartepakket om naar een volledig pakket thuis. Dat is inhoud, je huurt je eigen appartement en wij gaan samen met familie en klant kijken wat iemand uit zo'n volledig pakket thuis wil halen. Dus eigenlijk, als je kijkt naar Savant van Lenthof, daar is meer vrijheid en meer individuele keuze. Ik denk dat je meer keuze hebt. En dat heeft puur niet eens alleen natuurlijk met het pand te maken, maar echt het concept.
Dus het is gewoon door het concept, dus dat je het zorgzwaartepakket om gaat zetten naar een volledig pakket thuis. Ja, heb je gewoon, in dat pakketje zitten allerlei pakketjes. En je hebt als familie en als klant de keuze om te zeggen, dat pakketje willen we wel afnemen. En dat stukje doen we zelf. En waar nodig, komt Savant om de hoek kijken. Hebben jullie ook vrijwilligers nodig? Ja, tuurlijk. Ja, zonder vrijwilligers kan je natuurlijk veel minder organiseren. Ik moet zeggen, we hebben de open huisdagen hier gehad. Daar zijn in 2 dagen 1000 mensen op afgekomen. Daar hebben wij inderdaad al wat vrijwilligers aan overgehouden. Die in ieder geval hebben aangegeven van, nou god, dat lijkt me hartstikke leuk om hier een rol in te gaan spelen. Dus die hebben we. Maar ja, tuurlijk, hoe meer, hoe beter.